Ik wil niet vervelend doen, maar ik heb eigenlijk heel erg slecht nieuws. Er is namelijk iets misgegaan met de levering van Phasmophobia en dit zijn alle items die ik heb gekregen. Yep, dit is niet heel veel. Verder heb ik niks. Zoals je kan zien, helemaal niks. Dus dit is waar we het vandaag mee moeten gaan doen. Of het mij gaat lukken, ik heb geen idee. Of het de 3 items zijn waarmee je dit het beste kan doen, ik heb ook geen idee. Maar een van jullie heeft deze challenge achtergelaten, dus ja, dan moet ik het natuurlijk even proberen. Denk je nou van, hey, dit doe je verkeerd, je moet het met andere items doen? Laat het me weten, maar... 3 items maar, dat is niet veel mensen. Ik heb dus een videocamera, een DOTS en een UV. Meer heb ik gewoon niet. Ja, ik heb de cursed item en die kan ik op zich wel gebruiken, want ik mocht maar 3 items meenemen. En de cursed item, die is er natuurlijk al. Maar ik hoor gelijk de ghost, het is de music box. Ik wilde letterlijk net zeggen, als het de music box is, dan heb ik er niks aan. Want waarom zou ik willen weten waar de ghost spant? Dat is niet het hele ding, want dan wordt dat een hunt. En ik heb niks om mezelf mee te verdedigen ofzo. Ik heb geen smudge stick, dus dat kunnen we ook niet doen. Hebben we hier een hiding spot? We hebben hier wel een hiding spot. En de objectives zijn IMF. Ja, dat gaat dus niet lukken. Firelight gaat ook niet lukken. En de crucifix. Dat lukt ook niet. Ik ben benieuwd of we überhaupt erachter kunnen gaan komen welke ghost het is. Want we hebben dus maar 3 opties. Ja, de IMF 5 kunnen we zien via de activity board. Dus dat is, ja, een voordeel. Maar ja, voor de rest is het gewoon eigenlijk afvinken wat we niet hebben. En daar moeten we het mee doen. Ik ben alleen benieuwd. Waar hoorde ik die deur van de ghost? Was het misschien hier een deur? Ja, die heb ik zelf open gedaan. Laten we kijken of op de activity board er iets staat al. We kunnen dus ghost orbs kijken. We kunnen dots kijken. En we kunnen UV kijken. Dus als het een Goryeo is, kunnen we er wel achter komen. Maar ja, veel verder niet. Voor mij staat de ghost wel hier ergens. Zo klonk het tenminste. Give us a sign. Kom dan. Ik kan ook wel de pawn even gaan zoeken trouwens. Want we kunnen er geen foto van maken. Oh, daar hebben we hem al. Maar we kunnen hem wel eventjes oppakken. En nu is het toch wel echt van belang dat de ghost iets gaat doen. Kijk, freezing kan ik ook niet achterkomen. Want dat wolkje is dus nu al vanaf hogere temperaturen. Vroeger was het zo, als je een wolkje ziet, dan is het freezing. Maar nu kan het volgens mij bij 5 graden of zo, kan er ook al een wolkje komen. Dus ja, dat is dan niet echt heel handig. Laten we hier even kijken of we iets zien met de camera toevallig. Het lijkt er niet op. Nee, misschien zit de ghost wel helemaal niet hier. Ik dacht echt dat ik hem hier hoorde hoor. Zat hij hier in de woonkamer? Kom, je mag iets doen. Nee, het lijkt er. Misschien zat hij wel gewoon hier. Was het hier dat hij iets deed? Hier hebben we geen hiding spot. Ik hoor hem weer. Ik hoor hem weer ergens aan de deur zitten. Hè, maar dat klonk nu veel verder weg. Nu klonk het eerder in de garage of zo. Dus ik hoorde hem iets gooien. Maar dat is goed. Als we hem iets horen gooien, dan kunnen we gewoon kijken waar die wat... Ja, hier. Ja, hij zat letterlijk hier ergens aan de deur. Kak, hebben we dan geen fingerprints? Dat zou zo sad zijn. Zit hij hier? Nou, ik moet gewoon even gaan kijken waar die wat gegooid heeft. Hier lijkt het niet op dat er iets gegooid is. Alleen, misschien is het wel in de kelder. En dan is het dat hij daar aan die deur heeft gezeten. Kom, zit hier een fingerprint? Er zit geen fingerprint. Oh, nee. Normaal heb ik niet zoveel moeite met zoeken waar die ghost zit, omdat je de IMF hebt. Dus dan, ja, kan je best wel snel gewoon weten, ja, heeft hij hier aan gezeten of niet hier aan gezeten. Dat heb je nu niet. Heeft hij hier dan iets gegooid? Dat lijkt het ook niet echt op, namelijk. Maar ik heb ook nergens nog zo'n wolkje, dus misschien is het ook wel nergens nog helemaal koud. Wat als het gewoon geen orbs is en geen UV? Dat is echt mijn nachtmerrie gewoon. Er is ook helemaal niks gebeurd. Hoe wil ik die ghost vinden als die überhaupt niks doet? Wat is dit toch voor drama, joh? Misschien moet ik dan straks toch maar wel de musicbox gaan gebruiken. Maar ja, hoe wil ik die ontsnappen? Dan moet ik even de kelder in rennen om te verstoppen. Kan deze ghost? Give us a sign. Hoe heet je? Shannon Young. Give us a sign. Gewoon even goed boos maken, die ghost. Dat helpt altijd wel. Misschien heb ik nu ook al ergens een wolkje. Nou, niet echt. Give us a sign. Shannon Young. Ja, nu hoorde ik je echt hier aan die lokkerdeur zitten. Ho. Ik hoorde je. Maar dat betekent dus dat hij hier zit. Maar, oh ja, ik heb ook een wolkje. Nee, gast. Oh, dat betekent dat we geen UV hebben. Oh, geen ghost orbs. Serieus? Dat is wel even een probleem, hoor. Want dan is het letterlijk nu. Alleen dots kunnen we nog proberen. Maar dan is het een gok tussen deze ghosts. En ik kan er gewoon niet achter komen. Het enige wat ik kan hopen is dat hij door die dots heen gaat lopen. Als het dots is, is het een Raid and Oni of een Teochin. Daar komen we alleen maar door een hunt achter. Maar ook dat is lastig te gaan testen. Als het geen dots is, is het de Spirit of Shade Twins of a Moi. Het ze. We hebben een heel groot probleem. Ik sta hier dus best wel een tijdje. Gewoon helemaal niks. Ik had letterlijk gehoopt dat een van deze items wel iets zou doen qua
evidence. Maar ik vrees dat dat het dus niet gaat doen. Dus nu zouden we moeten kiezen tussen Spirit, Shade, de Twins of Mori. Maar die ghost die doet ook letterlijk helemaal niks. Letterlijk, hij zit hier. Maar dat is het enige. Als we nu naar de bus gaan, durf ik te wedden dat er gewoon nul activity te zien is. Ik sta hier de hele tijd, er gebeurt gewoon niks. Als we deze fout hebben, dan moet ik nog een potje gaan doen met deze drie items. Dan moet ik... Ik heb gelijk! Hier, net is hij pas wat gaan doen toen ik weg was. Welke ghost doet nou weer zoiets? Nou, daar kunnen we geen IMF5 uithalen. En deze ghost kunnen we ook niet echt met een hun zien. Kijk, ik denk misschien niet dat het een twins is, want hij denkt niet per se... Als hij een interactie deed, twee achter elkaar. Maar deze ghost gaat gewoon dus niks worden. Ik kan hier nog een half uur gaan staan. Wachten op IMF5. Het wordt gewoon niet. Dus ik ga een gok doen op een shade. En als het, we gaan gewoon nog een potje doen. Want dit is echt... Dit is mogelijk. Gefaald. Het was een shade. Dan heb ik dit eigenlijk niet gefaald. Wow. Ik ben een Phasmophobia pro. Maar oké. We gaan wel nog een potje doen. Want ik hoop eigenlijk gewoon dat ik eentje kan krijgen. Met toch één evidence. Met een nieuwe camera. Oh, dan gaan we die gelijk testen. Laten we gewoon hetzelfde doen. Nieuw potje. Oké, we zijn er weer. Met drie items. Sophie Lavender. Een average below 25. Dat kunnen we halen. De rest kunnen we niet doen. Jongens, 4K. We gaan deze ghost in 4K betrappen. De breaker zit in de kelder. Of garage. Ja, dit is veel beter. Oh. Huh, wat is dit voor night vision? Dit is denk ik wel fijner eigenlijk. Oh, wacht. Ik ga de deur open laten. Als het dan een hunt wordt, dan hebben we het tenminste door. Oké, maar met deze camera heb ik een goed gevoel. Dit gaat werken. Hiermee gaan we ghost orbs vinden. Even kijken. Wacht, hebben we de... We hebben niet de voedoedel. Ligt hier ook een de boon? Nee, we kunnen wel beter kijken met deze camera. Dus dan hoef ik het niet per se met de UV te doen. Ik denk dat ik de boon hierdoor ook wel zou moeten kunnen zien. Als ik niet heel erg blind ben, zeg maar. Oh, de stoel. Oh, dus de ghost zit hier. Hold up. Dan doe ik wel even... nou ja, laten we... Ghost orb. Ja, ik zag... Ja, ghost orb. Let's go. Zie je die nieuwe camera? Het werkt ook gelijk. We hebben hier ook een hiding spot. Oké, dit is goed. Dan zetten we hier even de dots neer. En de UV die houden we vast natuurlijk. Waar is de bone? Die moeten we alleen wel nog zoeken. En de cursed item trouwens. Of hebben we tarot... We hebben tarot cards. Oh, en de bone. Oké, op zich is dat wel prima. We kunnen wel wat tarot cards gaan trekken daar in de kelder. Of dat goed gaat, dat betwijfel ik. Maar oké, dan maak je... De tarot cards. Zijn ze letterlijk nou... Nee, dit meen je toch niet. Oh, ik heb ze weer. Ah, oh, wat was dat geluid? Zo, maar kijk hoe fel dit is met de lamp aan. Oké, wacht even een dubbel check dat ik echt, echt ghost orb zat. Voordat ik, ja, oké, hij is daar echt die ghost orb. Dan kunnen we het lampje gewoon weer aan. Oh, oh, de ghost. Huh? Waarom deed hij dat? Dan kwam hij tot tevoorschijn. Oké, dat was bijzonder. Hebben we iets van fingerprints dan al? Die... Nee, dat niet. Ik ga deze al iets meer hier neerzetten, want ik had het... Oh, hij gooit nu mijn dingen. Oh, dan moet ik eigenlijk even terug om te checken of we dan iets van de IMF5 hebben. Oké. Oh, bro, wat doe jij? Is het bloed? Nee, het is alleen een event. Oh, de lampen zijn kapot. Hoezo is die zo agressief? Geen IMF5. Oké. Kunnen we vanaf hier de dots bekijken? Ja, dat kan dus wel. Oké, dat is best wel fijn. Dus is een Mare, een Banshee, een Revenant, een Yuri, Hantu, Yokai, onder jouw rijtje, Obake of een Taaie. Stel, het is dots en Yuffie, dan is het een Banshee. Maar ja, de rest, we kunnen niet echt oneindig lang naar die dots gaan kijken hier via de camera. Ik vrees dat we ook alweer een keer naar binnen zullen moeten gaan. Kijk, ik heb zo snel geen dots gezien, maar ik moet zeggen, ik verwacht het ook niet per se. Er gebeurt nu ook niet zoveel binnen. Ja, het enige wat we kunnen doen is nu weer naar binnen gaan. Okay, ja, wat gaan we doen? Het licht hier is kapot, dus dat is best wel even balen. Ja, dat doet het echt hier helemaal niet. Dan moet ik even mijn UV pakken. Zo. We hebben fingerprints. Oh. En we hebben nog niet de... Oh, het kan wel een Obake zijn. Een Banshee, een Hantu of een Obake. Maar een Obake, daar kunnen we dus gewoon achter komen door die fingerprints goed in de gaten te blijven houden. Als het dus een... Oh, weer die stoel? Ik ga snel kijken voor... Ja, ik ga snel kijken of het een IMF5 was op die stoel. Ja, ik weet niet. Die stoel is best wel vaak IMF5 bij mij. Alleen kan dat nu natuurlijk niet checken. Dus misschien als ik gewoon in de bus ga kijken dan. Het is natuurlijk gelukkig wat Tanglewood, dus het is niet heel ver rennen. Is dat een IMF... Nee, dat is geen IMF5 geval. Oké. Kan het IMF5 zijn? Wat kan het niet meer zijn? Spearbox kan het niet. En Ghost Riding kan het niet. Oké, dus we hebben 1/3 kans dat het iets is wat wij kunnen zien. Ja, die dots. Ik vrees dat het eigenlijk... Zo, daar gooide die met wat. Wat is dat voor een IMF? Oh, IMF 2. Het is Activity 2. Kijk, misschien
misschien dat het een handdoe is. En dan zouden we dat met een hund kunnen testen. Alleen moeten we even kijken waar we kunnen verstoppen. Want dat is best wel een belangrijk iets. Want er zit dus daar een hiding spot. Maar ik denk niet dat dat de slimste plek is om te gaan zitten als de ghost gaat hunten. Net als ik in de ghost stond. Dus laten we heel even kijken hier of hier iets van een hiding spot zit. Want als er een handdoe is, is hij natuurlijk langzaam buiten de kamer. Voor de rest zijn het niet hele erge ghosts. Kijk, het is gelukkig geen revenant of zo. Kunnen we hier ergens verstoppen? Daar kunnen we verstoppen. Oké, kunnen we hier verstoppen? Hier niet. Dus dan zullen we daar naartoe moeten rennen. En in de garage misschien ook wel. Even kijken. Kan ik hier? Nee, hier niet. Misschien kunnen we nog even vragen. Hebben we... Dat zijn 5 vingers. En daar zit nu niks. Oké. Heeft hij nou de breaker uitgedaan? Oh nee. Give us a sign. Misschien doet hij dat gewoon. Wacht, welke ghost was het net? Want als het een opaki is, dan kan die ook veranderen van gedaante. Dus daar, voor mij was het dat soort meisje met dat ziekenhuisjasje aan. Show yourself. Doe het dan. Even kijken, hoe heet jij? Sophie Lavender, show yourself. Ik heb hier helemaal geen... Of heb ik hier wel een wolkje? Ik heb hier wel een wolkje, ja, oké. Okay. Het doet niet heel veel. Gaan we één tarot card gebruiken? Dat moet toch wel kunnen? De hermit. Oké, dat is op zich goed. Nou zit hij eventjes hier vast, de ghost. Ik denk alleen niet dat het een banshee is. Ik denk eigenlijk dat het freezing is en dat het een handdoek is. Give us a sign. Gaan we nog één kaart trekken? Sun. Oh, dus ik heb nu juist weer... Oké. Ik heb nu weer sanity erbij gekregen. Ja, dan komen we niet echt dichterbij die objective, maar goed. Wheel of Fortune? Fool. So far so good. Maar ja, ik wil eigenlijk niet doodgaan. Maar die ghost die doet niet echt iets met fingerprints nu. Oké. Oh ja, nu is mijn sanity ook niet onder de 25. Oké. The moon. Nu is hij... Ja, nu is... Ik wou zeggen, nu is hij onder de 25. Oh nee, maar nu is mijn sanity heel laag. Kan die gaan humten elk moment. Oh nee, ik moet weer sanity erbij krijgen. Tower. Hij gooide iets. Hebben we ook weer fingerprints erbij of niet? Ja, dat zijn 5 vingers. Ja, dat is niet echt... Oh, spijt me. Kom op. De devil. Een event. Oh, het is wel nog steeds die. Ja, ik denk niet dat het een obaki is eigenlijk. Weer gooien met iets. Laten we kijken of het een IMF5 is. Ik denk echt dat het freezing is. Want als het een obaki was, zou ze toch wel gewisseld zijn. Ja, misschien... Of is dat alleen tijdens een hunt? Ik weet niet of dat alleen tijdens een hunt is. Of dat die ook tijdens events kan wisselen van gedaante. En dit, maar dit is ook niet echt de IMF5. Die hebben we niet gehad. En dots hebben we ook niet gehad. Dus dan zou het ook geen banshee zijn. Ik denk echt dat het een handdoek is. Oh, waarom doe je dat nou? Ja, nu kan ik helemaal niet meer kijken of het dots is. Oh no, dat is zo oneerlijk. Ja, ik kan nu letterlijk niks, hè. Ja, we kunnen... Het kan een hunt worden. Maar als we dan geen... Als we doodgaan en we hebben pech, het is een handdoe. Ik kan er niet smutsen. We moeten letterlijk naar de andere kant van het huis. Nee, dit is gewoon een handdoe, oké? Dus er zou het freezing temperatures moeten zijn. Dat kan op zich ook best wel. Want we hebben natuurlijk wel dat wolkje gehad. Eigenlijk de hele tijd. En je kan niet zien aan het wolkje of het freezing is ja of nee. Maar we hadden hem wel. Kijk, als we geen wolkje hadden... Dan weet je eigenlijk wel zeker van, joh, kan dat ook geen freezing zijn. Laat het gewoon doen, oké? Ik vind het een beetje risicovol deze, maar de vorige was eigenlijk nog risicovoller en die is ook goed gegaan. Ja, als dit niet zo is, dan ben ik wel heel erg... Nee! Nee, niet jij tijdens deze challenge. Ja, hier kon ik nooit achterkomen, want ik had geen spirit box. Nou, ben je serieus? Ja, dit is echt de slechtste timing die ik ooit gezien heb. Ik haat de mimic. Gewoon met heel mijn hart. Ik zou gewoon de mimic willen verwijderen. Uit de folders van de Phasmophobia. Ja, dat kan helaas niet. Hey, ik heb de challenge toch gehaald. Want eigenlijk had ik hem de eerste keer al gehaald. Dus ja, niet in de comments komen en mij haten van... Yo, je hebt het niet gehaald. Heb jij dan nog een andere challenge voor mij? Laat het hieronder weten. Vond je deze video leuk? Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En klik hier voor een andere video die je zeker niet wil missen. Joejoe!